Steeds meer mensen hebben een elektrische fiets. En de accu's die in die elektrische fietsen zitten veroorzaken steeds vaker woningbranden. De binnenkant van zo'n accu ziet er zo uit. Daarin zitten zo'n 50 kleinere batterijen. En hier zien we wat er gebeurt als één zo'n batterij tot ontbranding komt. Ja, als zo'n hele accu in brand staat, ja, wat je net gezien hebt, maal 50. Dus dat is flink. Dat is echt heel flink. Als het in je woonkamer gebeurt, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Hoe makkelijk is het te blussen? Niet. Als dit gewoon gebeurt in je woonkamer, trek de deur achter je dicht, ga naar buiten. Zelf blussen lukt niet. Het is echt en heel heet en de giftige gassen die erbij vrijkomen. Dat soort dingen moet je gewoon niet willen. Want wat zouden mensen anders moeten doen? Nou ja, kijk, belangrijk vooral is, als je hem oplaat, doe dat overdag. Dat je er zelf bij bent. Doe dat op een harde ondergrond. Zo kan de warmte ook gewoon wat makkelijker kwijt. En hang er een rookmelder boven. Dat als er wat gebeurt, dat je eigenlijk in een heel vroeg stadium gealarmeerd wordt.